burgemeester, wat is er aan de hand vandaag? Het is de Nationale Dag van de Democratie. Althans, dat is 15 september. En in de buurt van 15 september vieren we dat met elkaar in een weekend. En dat is dit weekend. En u heeft het gemeentehuis opengesteld? Ja. Wij hopen dat we een heleboel geïnteresseerde inwoners vinden die de drempel overkomen om eens te kijken wat er allemaal in het gemeentehuis gebeurt. En zijn er nu veel bezoekers of zijn het op dit moment met name de uitgenodigden? Het zijn met name nog de raadsleden, maar het is van 10:30 tot 11:30. Dus het is de bedoeling dat de mensen binnendruppelen en dat gebeurt ook. Maar we hebben ook een grote groep statushouders die zich bereid hebben verklaard om voor ons lekkere hapjes te maken. En ik hoop dat zich dat verspreidt door het dorp, dat het heel lekker eten is hier. Dus, en de verbinding tussen de statushouders en onze samenleving, denk ik, is ook heel belangrijk. Dat is mooi, maar vooral gratis eten op het gemeentehuis. Dank u wel.